zijn hier in Almen. Dat is een plaatsje in de buurt van Zutphen. En we zijn hier bij de spoorlijn Zutphen-Hengelo. En er is een trein vanochtend tegen een vrachtwagen gereden op een overweg. En daar is de trein bij ontspoord en die is 200 meter doorgeschoten en hier achter ons tot stilstand gekomen. Dit is de ongevallenbestrijding van ProRail, die is hier aan het werk. Die hebben op een aantal strategische locaties in Nederland hebben ze van dit soort containers. Die kunnen ze heel snel inzetten. Dus op het moment dat er een incident gebeurt, bijvoorbeeld een boom die op het spoor valt of een trein die ontspoort, zoals hier gebeurd is, dan kunnen ze erheen rijden en in een aantal uren hun voorbereidingen treffen en een trein weer op het spoor zetten. Zoals je ziet, de trein was ontspoord in de rijstijl aan de voorkant. Dus die stond er 20 centimeter naast. We hebben met Lucas met vezels opgetild. Een lange balk eronder, een Lucas balk. Op rolmatten gezet. En omhoog, opzij. En dan weer laten zakken. Het was in principe heel simpel. Wanneer er geen samenwerking is, dan loop je constant te zoeken en te fitten. En een stuk veiligheid is natuurlijk belangrijk, maar veiligheid kun je alleen doen door goed samen te werken.